Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Chatmo. Tof dat jullie kijken. Ik heb mijn controle weer vast en het is vandaag zaterdag. Dat betekent een nieuwe aflevering van Somma op pad. En zoals jullie zien, ik heb het scherm weer voor me. We hebben Abdi de Somma weer voor ons. Ajax tenuutje aan. En we gaan weer verder met waar we gebleven waren. Dit is een serie die elke dinsdag, donderdag en zaterdag om 4:15 online komt. Dus als jij deze serie volgt, vergeet geen like achter te laten. En dan gaan we nu verder. We moeten meteen een wedstrijd gaan spelen tegen Napoli. Champions League is dit. We staan 1-0 achter in de 76ste minuut. Ik kom erin. En ik heb spelen als Chatmo geklikt. Ik heb in de vorige aflevering ook al deze fout gemaakt. Ik kan alleen Chatmo besturen. Oh. We moeten het gewoon accepteren dat ik alleen Chatmo kan besturen. Hopen dat de computer, dus mijn team, gewoon wel goed speelt. Heerlijk verdedigd. Ik moet gewoon veel om de bal gaan vragen en het team gaan leiden. Kijk, ik heb hier nu de bal. Ik geef hem de bal. Oh. Ik moet het hele team kunnen besturen. Gaan we nooit winnen anders. Oké, ik heb de bal. Ik ga gewoon ruimte proberen te creëren. Dat is gewoon belangrijk. Oh bro, Tadic, loop goed. Ik gaf je een goede paas. Ik gaf hem eigenlijk wel echt een goede paas. Alleen ik begrijp niet waarom hij hem niet pakte. Oh, mijn verdedigers zijn zo slecht. En we staan 2-0 achter. Dit is... Oh, jammer dat we de aflevering zo moeten beginnen. Ik zeg heel eerlijk. 2-0 achter. 80ste minuut. En ik heb de verkeerde optie gedaan van dat ik alleen Chatmo Somma mag besturen. Ik ga dit potje gewoon laten. We gaan gewoon letterlijk naar de uitslag. We moeten gewoon accepteren dat deze potje gewoon voorbij is gegaan. Ah, Champions League met Ajax gaan we ook niet meer kunnen pakken, denk ik. Heel jammer dit. Ik heb nog wel 3 beschikbare skill points. En ik ga deze skill points gebruiken op... Ik denk mijn snelheid. Laten we hem gebruiken op schotkracht. 2 beschikbare punten. En afmaken. Hebben we onze schieten toch nog een beetje beter gemaakt van Chatmo Somma. Ik zie dat ik sinds de wedstrijd van net reserve sta. Linksbovenin staat reserve. Dus ik druk even op trainen. Ik ga mijn poppetje even beter maken. Laten we trainen op schieten. Oh, een beetje een paar oefeningen van schieten. Zodat we toch nog weer in de wissel kunnen gaan staan. Oké, ik heb alles getraind. Ik heb voor alles weer een D gekregen. Ik heb het gewoon gesimuleerd. Dus we staan nu in de wissel. Dus dat betekent dat we weer wedstrijden mogen meemaken. Oké, ik heb onlangs een bot voor je ontvangen en geaccepteerd van SC Braga. Nee, in de vorige aflevering heb ik al duidelijk gemaakt dat ik gewoon... Ik wil niet spelen bij andere clubs. Ik moet mezelf eerst gaan bewijzen bij Ajax. We moeten nu tegen Liverpool gaan spelen. Alleen voordat ik tegen Liverpool moet gaan spelen, krijg ik weer een mailtje van mijn manager. Goedenavond Chatmo, ik ben erg teleurgesteld over wat ik de laatste tijd van je heb gezien. Ik weet niet zeker of ik op je kan rekenen, bla bla bla. Ah, ik moet die manager gewoon van me negeren. Nu ga ik goed spelen. Nu tegen Liverpool. Oh, we staan 3-1 achter in de 79ste minuut. We gaan spelen als teambesturen. 2 goals maken in 10 minuten. Ik weet niet of dat gaat lukken. We hebben het gewoon verpest. We moesten tegen Napoli winnen. Dan hadden we nog, toch best wel wat punten. Hey! Die tenue heb ik. Zien jullie dat tenue, boys? Wacht, haal een wedstrijdbeoordeling van minimaal 6,5. Maak minimaal 1 doelpunt en schiet 1 keer op doel. Kijk, kijk het tenue. Zien jullie hem, mensen? Kijk het hier. En ik heb Chatmo op de achterkant staan. Keihard. Nummer 11. En daarmee ga ik nu ook spelen. Hi, we beginnen. Chatmo. Oh, Liverpool heeft een veel beter team, man. Oh, Chatmo, mooi. Ah, buitenspel. Maar ik heb de bal niet aangeraakt. Oké, we gaan moeten scoren. Gewoon eentje met Chatmo. Laat me even een keer goed spelen. Heerlijk. Oké. Kijk, Chatmo. Oh, Chatmo geeft een mooie paas. Oh, wat een kans. Wat een kans. Wat een kans. 6 minuten reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Zo. Oh, ik schaam me zo erg. Ik schaam me zo erg, mensen. En ik ga nu een belofte met jullie maken. Ik sta elke wedstrijd achter tot nu toe in de eerste 2 afleveringen. Maar dit mag niet. Dit mag niet meer gebeuren. Ik ga jullie nu beloven, vanaf nu. Ik ga met zoveel focus spelen. En wij gaan ervoor zorgen dat Abdi Somma. Ik zeg zomaar Abdi. Hij heet gewoon Chatmo Somma. Ik ga goede dingen doen. Ik ga alle trofeeën pakken en alle wedstrijden winnen die ik moet winnen. Ik zweer het, ik speel slecht. En dat is dom van mij. Ik neem heel deze serie bijna niet serieus, lijkt het wel. Ik ga veel veranderen. Hoe gaat hij er weer in, jongen? 5-1 krijg ik gewoon. Ik hoop dat jullie nog vertrouwen in me hebben. Ik hoop het. Oké, Chatmo. Chatmo moest wel op tijd schieten. Van Dijk zat in zijn rug, man. Ik zeg je eerlijk, als ik verder ging dribbelen, had ik ook geen kans. Oh, Liverpool is zo goed. Mensen, ik wil dit niet eens op YouTube zetten. Ik schaam me. Ik ben nu al gewoon bang voor de comments op deze video. Ik krijg in 10 minuten gewoon 3 goals tegen. Oh mijn god, dit is... Ik schaam me gewoon. Ik zweer te krijgen kippenvel van dit. Dit is niet wat mensen van mij gewend zijn. Oh mijn god. Somma op pad gaat zo slecht. 6-1. Oh mijn god.
Ik ben er gewoon stil van. Ik krijg meteen een mailtje. Hallo chat, maar ik moet toegeven dat ik meer van je verwacht had. Dus op dit moment kan ik niet in de basis zetten. Ik ben teleurgesteld dat je het tot dusver niet hebt kunnen verbeteren. Als dit zo blijft, moet ik je misschien overwegen uit te lenen, zodat je aan je minuten kunt komen. Mijn geduld begint op te raken. Je spel in de volgende paar wedstrijden wordt cruciaal. Kom op. Groet manager van Ajax. Ik ben mijn manager aan het teleurstellen. Ik ben mezelf aan het teleurstellen. Waar slaat dit op? Dit is gewoon dramatisch. Mensen, ik ga tegen Excelsior spelen. Ik speel gewoon dan in de Eredivisie. Geen Champions League. En ik denk dat ik bij Excelsior... Het is een slechtere club dan Liverpool. Dus ik denk dat ik mezelf hier beter in kan bewijzen. En ik hoop dat jullie toch nog het vertrouwen in me hebben. Chatmo, kom op. Chatmo Soma. Ik schaam me gewoon. We hebben één doel en dat is uiteindelijk de beste worden, toch? Al een wedstrijdbeoordeling van minimaal 6,5. Schiet één keer op doel en maak minimaal één doelpunt. Laten we alsjeblieft vandaag in deze tweede aflevering op zijn minst één doelpunt maken. Heerlijk, Basie. Chatmo, rennen dan. Oh, mijn speler is zo slecht. Kijk, zagen jullie dat? Chatmo beweegt gewoon niet. Ik wil met Chatmo scoren. Oké, dan score ik even met iemand anders. Ook goed. 1-0 in ieder geval. We gaan geen gelijkspel krijgen. Maar ik wil met Chatmo scoren. Oké. Ik kan Chatmo niet vinden. Die man staat gewoon niet vrij. Ik heb geen positiespel. Dit is zo slecht. Ik moet mijn positiespel gaan verbeteren. Met die skill points zometeen. Nog een keer. Heerlijk. Zie je, tegen een Excelsior kan ik het wel. Het is niet zo lastig. Alleen tegen een Liverpool, oh, ze speelden zoveel beter dan ik. Veel beter. Ja, ging er gewoon niet lekker aan toe. Oké, je bent er langs. Je bent er langs, bro. Je bent er langs. Je bent er niet langs? Deze jongen maakt mij zo para. En deze jongen, dat ben ik. Oh, ik kan niet eens passen. Wat moet ik met deze man doen? Oké, Chatmo, je bent weer aan de bal. Geef een paas. Oh, hij kan niet eens passen. Oh mijn god, kijkers, wat moet ik hiermee doen? Is het een verloren zaak? Moeten we deze serie stoppen? Assist. Oh, bijna. Ik ben een geweldige pas. En mijn wedstrijdbeoordeling is een 6,6. Die wedstrijdbeoordeling zien we rechtsbovenin. Oh ja, met FIFA 23 is die corner ook super lastig geworden. Ik weet niet hoe ik een corner moet geven. Hij heeft wel aan Chatmo gegeven. Chatmo schiet. Oh, dit. Mooi schot. Wedstrijdbeoordeling... Oh, yo, wedstrijdbeoordeling is naar 6,8 gegaan. Ik kan gewoon even niet aan mijn woorden. Nee, ik ben echt super slecht in hoekschoppen. Dat heb ik gemerkt. Oké. Okay. Chatmo Soma. Hij vergeet bal. Ik zweer het, ik ga met mensen vechten. Ik heb mensen het al afgedaan. Chatmo Soma vergeet bal. Hoe ga je dribbelen en bal vergeten? We moeten deze jongen echt gaan upgraden in dit spel. Ik zweer het. Wedstrijd is afgelopen. 2-0. Op zich, ja. Hebben we wel een winst. Twee doelstellingen voltooid. Een betere wedstrijd dan al die Champions League wedstrijden. Het is het begin van een mooie serie. En ik heb 6 beschikbare skill points. Ik moet positiespel vinden. Kijk hier. Positiespel aanval. Gaat mijn positiespel en mijn dribbelen omhoog voor 3 skill points. Die gaan we doen. Nog een keer positiespel aanval. Belangrijk. Dan hebben we dat in ieder geval gedaan. Dan is misschien mijn positiespel iets beter. Want ik zie die jongen is niet stevig aan de bal. Dat is ook iets belangrijks. We zijn algemeen 73, staat rechtsbovenin. Dus wij zijn een beetje beter geworden. En we hebben 130.000 euro geld. Maar ik weet niet wat we met dat geld kunnen doen. Maar daar komen we later wel achter. We gaan weer verder. Het is weer Champions League tijd. En ik heb weer een bot ontvangen van OGC Nice. Nice bedoel ik. Het is een Franse club. Wijzen we ook af. We blijven proberen bij Ajax. Stand in de Champions League. Dit is al dramatisch. We hebben het niet gehaald in de Champions League. Dit kan niet rechtgezet meer worden. Liverpool met 11 punten. Oh, jammer dit. Maar we kunnen alsnog wel even spelen tegen deze Rangers. We staan 1-0 achter in de 80ste minuut. Laten we ervoor zorgen dat we winnen. Ja, het is lastig. Het is Champions League natuurlijk. Maar tegen de Rangers moet het wel lukken, toch? Even kijken wat de doelstellingen zijn. Ik heb per ongeluk geskipt. Minimaal 6,5 halen. Schiet 1 keer op doel. Moet ook lukken. Hou een dribbelsuccespercentage van minstens 30%. Heel makkelijk. Gaan we regelen. Chatmo. Heerlijk. Chatmo met een mooie paas. Chatmo, aanvallen. Druk zetten, druk zetten. Kijk, hij gaat nergens heen. Zie je? Chatmo, waar ben je? Wat doet Chatmo daar? Ik heb je positiespel verbeterd. Oké, okay, scoren. Ocampus. 1-1, 1-1. 1-1 is gemaakt. 81ste minuut. Safe. Heerlijk. Laten we op zijn minst voor de winst gaan. Chatmo. Oh, mooie paas, Chatmo. Maar je moet terugrennen, Chatmo. Kijk hier. Schieten, Chatmo. Wat een goal, wat een goal. We gaan die goal negeren. Kijk het publiek gaan. Gaan we die goal negeren? Kijk wat hij doet. Bro, jij bent zo erg. Dit doet hij in de Champions League. Oh mijn god, Chatmo Soma. Nummer 11, eerste goal. Gelukkig wel in de tweede aflevering. 8,2 cijfer. We hebben alle doelstellingen behaald. En we staan 2-1 voor in de Champions League. Chatmo assist.
Oh, bijna. In ieder geval een geweldige paas. Je moet zo goed blijven spelen. Berghuis. Oh, dit omhaal voor niks. Bessie, schiet. 3-1. Klaar, klaar. We hebben gewonnen. We hebben gewonnen tegen Rangers. Wat een goal. Heerlijk, Bessie. Wow, Chatmo met de passes. Maar ik wil met Chatmo scoren. Oh, dit. Chatmo. Wat een goal. 8.9 als cijfer. Klaar. Ik ga deze niet eens vieren. We hebben een 4-1 gewonnen. Wedstrijd. Hey, scheidsrechter. Hoe doe je dat zo? Luid een beetje, man. Wedstrijd is afgelopen. 4-1. We stonden 1-0 achter. We hebben het afgemaakt. Chatmo met 2 goals. Heerlijk, man. Perfect dit. Als de trainer nu nog steeds boos op mij is, weet ik het ook niet meer. Napoli en Liverpool hebben ook gelijk gespeeld. Mooi. Oh, we gaan richting die basis. Die balkje van wissel gaat richting basis. We hebben alle doelstellingen voltooid. Kunnen we mijn speler ook ontwikkelen? Nee, we hebben geen beschikbare skill points. Niet erg. Kijk. Het staat ook meteen in het nieuws. Chatmo de held. Niemand die bij de wedstrijd was zal dit snel vergeten. Na al het harde werk om op dit punt te komen, was het een zeer bijzondere dag voor Chatmo. Zelf en voor iedereen die betrokken is bij de baasjes. De nieuwe held werkte de volledige 90 minuten keihard en werd de man van de wedstrijd. Chatmo, wie kent hem niet? Zongen de supporters opgewonden. Ze hadden nu eindelijk een speler die het verschil kon maken in grote wedstrijden. Het spel van... Oh, ik hoef het niet eens toch voor te lezen. Jullie weten wat ik heb gedaan. Oké, zoals jullie zien, er is een oranje beker. En daar moet ik tegen gaan spelen, man. Tegen RKC Waalwijk. Ik ben benieuwd. Laten we gewoon spelen. Champions League zijn we waarschijnlijk al uit. Oranje beker kunnen we wel even meepakken, toch? Dat is belangrijk. We staan wel al 2-0 voor. Laten we even wat meer goals maken. 6,5. Voltooid 3 passes op de helft van de tegenstander en maakt minimaal 1 doelpunt. Oké. Okay. We zijn begonnen. Chatmo staat daar. Ik weet niet wat hij daar doet. Schieten maar. Oh, dit. Goede kans in ieder geval. Hier, heerlijk. Kijk het hier. Chatmo met de paas. Chatmo met de loopactie. Chatmo, draai maar in. Heerlijk. Aardig doelpunt. Simpel. Cijfer is meteen naar 8.0 gegaan. Heerlijk somma. Het staat mooi, die somma op de achterkant. Deze oranje beker komt heel makkelijk binnen. Oh, ik sta rechts buiten, zie ik. Nog een keer. Wauw, Chatmo. 8.2 nu. Hij scoort nog een keer. Hou op met me. Ik wil even doelstellingen met jullie doornemen. Even kijken. Cijfer van 6.5 is al gelukt. Voltooid 3 passes op de helft van tegenstander moet ik alleen nog doen. En doelpunten heb ik al gemaakt. Even kijken. Laten we even 3 passes op de helft van tegenstander doen. Dat doen we hier. Dit is 1. Dit is 2. En dit is 3. Oh, Chatmo, assist. Zal ik hem terugleggen op jou? Leg hem gewoon terug op jou, joh. Man maakt 3 doelpunten. Chatmo Somba, hat-trick. We hebben deze video snel omgedraaid. Slecht gaan, na ineens topspelers zijn, joh. Oh mijn god. Ik ben dus de hele tijd deze video aan het opnemen met dit op mijn hoofd. Sinds wanneer was dit? Zagen jullie dit al aan het begin van de video? Hey, zeg het eens even de reacties, want... Hey, what the f... wat? Chatmo maakt gewoon nog een goal, joh. Man maakt 4 goals. RKC Waalwijk, zweer het, wegwezen. Want tegen Chatmo Somma kan je niks doen. Chatmo scoort nog een keer. Is dit zijn 5e goal? Ik ben serieus de tel kwijt. 4 of 5. Het is gewoon zielig aan het worden. Ik zie het linksbovenin staan. Chatmo 5 doelpunten in 1 wedstrijd. Dit moet wereldnieuws zijn. Barcelona, wil je me nu tekenen? Gaan we voor de 6e goal of niet? Wat doen we? Dit is gewoon zielig aan het worden. Barcelona, Man City, Man United, Bayern München, Real Madrid. Ik wil bij jullie spelen. Ik wil mijn carrière daarop bouwen. Wauw. Trouwens, ik doe wel heel stoer, maar we spelen tegen RKC Waalwijk. In ieder geval, wat wel duidelijk is, is dat de beker gewoon naar ons gaat. Wedstrijd is afgelopen. Kijk naar beneden staan. 8-0. Chatmo met zoveel goals. Dit is absurd. Even een hand schudden aan de scheidsrechter. Ik krijg de bal mee. Je mag me eigenlijk al 2 ballen gaan geven, denk ik. Oh, dit. Wel jammer dat ik maar een 8.9 heb. Als je 6 goals maakt, hoor je toch wel als cijfer een 10 te hebben ofzo. Kijk, top. Alle doelstellingen bereikt. Beloningen, 3 skill points. Even kijken voor wat we dat gaan gebruiken. Kijk hoor. Ik vind dat fysiek nog wel belangrijk is. Kracht zeg maar op het veld zeg maar. Dat is ook echt iets. Stamina bijvoorbeeld. Nou, laten we kracht doen. Stamina en kracht. Perfect. Dus dat hebben we ook weer gekocht. Wat staat er nu in het nieuws? Chatmo sloopt verdediging van RKC Waalwijk met 6 goals. Oh, dit. Het is klaar, hè? Echt klaar. Laat me in de reacties weten waar ik mijn skill points voor moet gebruiken. Fysiek, verdediging, pasen, dribbelen, schieten. Zodat Chatmo Somma beter gaat worden. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Morgen komt er een Ultimate Team video online om 4:15. En maandag om 4:15 weer een GTA RP video. En
dinsdag weer een nieuwe aflevering van Somma op Pad. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Like, reageer en abonneer voor de 100.000 abonnees voor 2023. Kou voor jullie. Ciao.